Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus, uw online bloemist en vandaag ga ik weer een heel leuk bloemstuk maken. Ik heb een hele toffe ondergrond hier naast me en daar gaan we een bloemstuk in maken. Dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je graag het pakket van vandaag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Heb je nu zelf al een ondergrond? Tegenwoordig worden ook de materialen los aangeboden op onze webshop. Dus je kan kiezen, wil je hem compleet? Wil je een deel van het pakket bestellen, dan kan dat ook. Dus kijk dan even op onze website en ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Niet op Facebook of Instagram, kan je me daar ook volgen, want daar deel ik heel veel meer inspiratie. Maar ook als er nieuwe pakketten online komen of er een extra pakket online komt. Vandaag gaan we aan de slag met de mooiste materialen. Ik heb heel veel mooie materialen bij elkaar gezocht. En we gaan het haar maken van dit mooie poppetje. Kijk, ik kan er een stukje stikschaam in, want het is gewoon een pot. Gemaakt van beton, dus heel mooi stevig, echt heel erg leuk. En daar gaan we mee aan de slag, dus we gaan gauw beginnen. We gaan deze dus vullen. We gaan het haar maken. En dat kan je eigenlijk op heel veel verschillende manieren doen. Allereerst hoeft er wel steekschuim in. Die heb ik wel nat gemaakt. Ondanks dat ik met sterke materialen werk die je echt kan laten indrogen. Heb ik ook een paar verse materialen. Omdat ik toch vind dat het bloemstuk mooier maakt. Ik doe er even een stukje plastic in. Je kan ook een stukje folie gebruiken of een boterhamzakje. Als het maar waterdicht is. Vaak gebruik ik dan wel een duvelzakje. Die zijn wat meer waterdicht. En daar doe ik het steekschuim in. Dan druk ik het plastic even iets naar beneden, zodat je dat niet terug ziet. En dan kunnen we gaan beginnen. Ik heb dus mooie vruchten, echt prachtig, in allerlei soorten en maten. Gevriesdroog materiaal, wat ook nog eens geverfd is. Maar ik heb ook wat verse bloemetjes. We gaan overal mee aan de slag. Ik begin eerst even met het galaxblad aan de zijkant doen. En is je blad wat kleiner, kan je hem zo gebruiken. Is hij wat groter, we willen natuurlijk wel dat het potje goed zichtbaar blijft. Dan kan je hem er even doorheen halen. Dan maak je even een klein gaatje in jouw blad. En het steeltje doe je er dan doorheen. En dan heb je een half blaadje. Dan heb je toch de onderkant mooi weggewerkt, maar het blijft alles wel mooi zichtbaar. En ik kan hem ook altijd even zo dubbel slaan als je dat wil. Goed, dan heb ik hier geverfd blad en die rol ik op. En dan zet ik het even vast met een ijzerdraadje. Vind je het nou lastig om met ijzerdraad te werken? Je drukt hem er doorheen. Zoals je kan zien. En dan kan je hem naar beneden halen. En zet je hem vast. Vind je het nou lastig, kan je ook altijd een nietje gebruiken. En ik doe dat ook even aan de achterzijde. Vaak is het blad iets droger. Dat is geen probleem, maar als je er voorzichtig mee werkt, dan komt het helemaal goed. Komt door het verven van het product. Steek hem aan de achterzijde iets hoger. Dan is het al een heel mooi deel weggewerkt. Aangezien je toch de voorkant wil laten zien. Nou, dan is de basis eigenlijk gelegd. En dan heb ik heel veel mooie vruchten en materialen. Je kan lijmen. Je kan ook krammetjes gebruiken om vast te zetten. Daarnaast wil je natuurlijk een kapsel creëren. Je kan eigenlijk van alles gebruiken. Ik heb mooie asparagus. Geeft wel een beetje het weer als je een haar hebt. Maar ook grassen zijn heel erg leuk. En wat ook heel leuk is, is om gras bijvoorbeeld te vlechten. En je kan hem dan even een ijzerdraadje tussen doen, want dan kan je hem ook weer buigen. Dus dat is helemaal leuk natuurlijk. Je maakt dan even een bundeltje en daartussen doe je ook een ijzerdraadje. En daar maak je een wikkeling even omheen, dat je hem even aan elkaar vast hebt met een ijzerdraadje. Dan kan je die erin steken. En net waar jij het haar wil. Je kan dus eigenlijk gewoon zelf kappertjes bedenken, want je kan zelf het... het creëren. Dan vleg je het, het berengras. Maar je vlecht het ijzerdraad erbij mee. Vind je het nou lastig om te vlechten, kan je hem ook gewoon wikkelen. Even met een ijzerdraadje eromheen.
Kijk, en je kan hem eigenlijk, kan zelfs krullend haar van maken, als je het leuk vindt. Je kan er alle kanten mee op. Dus daarin kan je heel creatief mee aan de slag. En je kan het ook zoveel doen als je zelf wil. Geeft een heel leuk effect. Als je het makkelijker vindt, kan je het natuurlijk ook eerst even vlechten voordat je het erin steekt. Wat je zelf handiger vindt. De een zal het makkelijker vinden om het eerst te vlechten. De ander zal het makkelijker vinden om het eerst in te steken. Zodat je een houvast hebt. Maar zo kan het ook. Zorg dat je je ijzerdraad die je erin hebt niet te dik hebt. Uiteindelijk kan je even een ijzerdraadje omheen doen of je slaat er eventjes een berengraat omheen. Dat kan je weer buigen zoals je zelf wil. Wil je stijl haar, dan doe je stijl haar. Wil je krullen? Ik wil een beetje een gek kapsel. Dat vind ik wel grappig. Kan je zelf alle kanten weer op. Kijk hoe leuk dit al is, jongens. Ja, dan gebruik ik even een takje asparagus. Ik splits hem, want ik wil hem niet te grof. Ik wil dat je de onderkant nog goed kan blijven zien. Als het gezichtje. Deze vind ik eigenlijk in het gezicht al een beetje te veel. Ik haal er even een heel klein zijzakje af. En die steek de kot in. Dan doe ik bovenin een roosje. En een mooie anje. En een takje sedum. En de achterzijde werk ik ook goed weg. Dan heb ik wat mooie vruchtjes. En zit er dan een steeltje, kan je het steeltje erin doen. Zit dat niet aan, dan kan je het ook gewoon even vastzetten met bijvoorbeeld een krammetje in het stuk. En je kan het wat laten hangen. Je kan het er ook kort in doen wat je zelf mooi vindt. En ik heb ook bijvoorbeeld mooie dieploosslingen. Je kan er alle kanten mee op. Dus je kan het echt zo vullen zoals je zelf leuk vindt. Maar zoals ik al zei, ik maak er echt een kapsel van. Dus ik wil ook dat het een beetje uitsteekt. Die vruchtjes kan je ook vastzetten met een krammetje of even wat lijm. Je kan het best eigenlijk koud lijm gebruiken. Maar omdat ik het nou sneller wil laten zien, gebruik ik toch warme lijm. En je kan ze ook altijd eventjes op een prikker zetten. Maar de vruchtjes blijven echt langer mooi als je ze niet kapot maakt. Dus mijn voorkeur gaat uit om dat niet te doen. Nog een mooie katamus. Zijde werkt ook helemaal mooi weg. Dat hij helemaal aan alle kanten heel erg mooi is. Ja, en je kan nog van die krullen, alles kan je erbij maken wat je zelf leuk vindt, hoeveel jij wil. Het is natuurlijk al een erg rijk stukje. Dus ja, je kan daar zelf in spelen hoeveel jij dat wil. Ik vind het nog wel leuk om even wat berengras er eens een boogje tussen te doen. Ook altijd een speels effect. Het is gewoon een ontzettend leuke ondergrond. En deze materialen, ja, wauw, ik hou van deze materialen. Echt herfst. En lekker lang houdbaar, dus dat is ook heel erg leuk. Je kan gewoon lang genieten van zo'n mooi bloemstuk. Prachtig.
Het lijkt gewoon wel kunst. Hoe tof is dit? Het lijkt wel een hoed dat het is geworden. Met af en toe wat haar eronderuit. Ja, hij is heel kleurrijk, mooi, lang houdbaar. Je kan er lekker lang van genieten. En ook heel makkelijk en leuk weer opmaken. De ondergrond kan je ook gewoon een plantje in doen. Maar ja, dit is toch echt geweldig. Dit wil je toch gewoon. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje kurspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei!